Waarom zit hier een knip aan? Leg uit. Het is echt... Er iets van gaan maken dan. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn kledingkast opruimen. Waarschijnlijk kijk je nu en denk je, nou dat ziet er nog best wel redelijk uit, maar watch this. Het lijkt dus alsof mijn kast helemaal netjes al is, maar nou ja, netjes. De helft, meer dan de helft ligt hier nog op mijn bed. Ja, het is toch vreselijk. En dit moet allemaal in mijn kast nog. Het gaat toch nooit passen? Ja, dat ligt er dus allemaal op mijn bed. Ik had namelijk eergisteren een festival, dus mijn zus en ik hebben echt alles uit de kast gehaald. En dat lag hier op de grond voor de kast. Mijn moeder heeft allemaal mijn bed gepleurd en ja, het is echt tijd om het op te ruimen. Hier ligt ook nog wat op de grond. Ik heb trouwens net gedoucht. Ik heb lekker nat haar. Ik laat het altijd drogen aan de lucht, dus nee, het is niet vet. Het is gewoon nat. Maar goed, we gaan vandaag mijn kledingkast opruimen. Het is echt een mega, mega, mega opruim closet clean. Ik ga echt heel veel wegdoen. Ik ga heel veel uitzoeken. Dus heb jij zin in deze mega opruim video van mijn kledingkast? Blijf er gezellig lekker kijken. Doe even een duimpje omhoog als jij het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. En volg me nog eventjes op Instagram. Dat is @floordelver. Maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze gigantische video. Ja, ik heb namelijk heel vaak de vraag gekregen van Floor. Als je deze video gaat opnemen, wil je dan niet te veel doorspoelen en knippen? Ik vind het zelf ook wel leuk om te kijken bij anderen. En dat het dan niet de hele tijd doorgespoeld is. Want dan denk ik, ja... Nee, ik wil het hele proces zien. Van A tot Z. Dus dat gaan wij vandaag doen. Ik zal even mijn kast laten zien. Ik zou als eerst sowieso vertellen waar mijn kast vandaan komt. En ja, als ik hem open doe, dan ziet het er zo uit. Misschien denk je, nou ja, hè? Het is nog te doen. Maar nou, het is eigenlijk echt niet te doen. Ook kreeg ik vorige keer heel veel comments van, ja, waarom doe je niet dezelfde hangers allemaal? Nou... Vind ik oprecht heel fijn als dat zo zou zijn. Ik zou het liefst van die platte zwarte hangers willen. Maar ja, sorry, ik vind het een investering dat ik denk... Weet je, dat doe ik wel als ik uit huis ga. Ik vind het zo nog prima werken. Dus laten we het gewoon zo doen. Dus ja, laten we beginnen. Mijn kast die komt dus van de IKEA. En nou heb ik hier zo'n doos van de IKEA erop. En dat is echt ideaal, want hij past echt perfect. Niet normaal, maar daar heb ik al mijn winterkleding in. En... kerstjurkjes, alles met glitters en winter zit daarin. En voor de rest zitten hier alle zomerdingen in. Nou, het is echt werkelijk waar vreselijk. Want de helft van mijn kleding ligt dus op mijn bed. En dat moet hier nog bij ingestopt worden. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Ik krijg ook altijd de comments van hoe past dit ooit in jouw kast? Je moet een grotere kast. Ja, I know. Maar even voor de duidelijkheid. Mijn kast staat op de gang. Zeg maar... Dit is mijn kamer met de kleding en er past gewoon letterlijk geen kledingkast in, omdat ik best wel een hele kleine kamer heb. Dus vandaar dat we ervoor hadden gekozen om hier zo mijn kledingkast te doen. Ik heb hier tassen en hoeden, dat laat ik daar lekker zo. Daar dus de winterkleding, maar hier moet ik het gewoon even mee doen tot ik uit huis ga. Dan ga ik echt... helemaal los met de kledingkast. Oké, wat mij dus een beetje handig lijkt is dat we per vak of zo gaan doen. En zodra we dat hebben gedaan, dat ik dan alle kleding uit mijn bed erbij ga halen. Want als ik dat hier zo op de grond ga leggen ook nog, dan zie ik echt door boom en bos niet meer. Dus ja, we gaan gewoon beginnen met de bovenste gedeelte. Dit zijn alleen maar jurkjes en rokken. Ik moet zeggen, ik heb echt te veel zomerjurken en rokken en eigenlijk zomeritems. Terwijl het nu buiten de komende tijd alleen nog maar regent. En de laatste afgelopen tijd ook. Ik heb geen tijd om die zomerjurken en dingen allemaal aan te doen. Omdat hier de zon gewoon niet schijnt. Dus ik moet echt veel gaan wegdoen. Ook al is het allemaal nieuw. Ja. Goed, ik ga dus gewoon lekker hier beginnen met de zomerjurken. Ik ga stapel op de grond leggen met houden en niet houden. Niet houden ga ik of op Vinted zetten als het gewoon nog in goede staat is. Mijn Vinted staat in de beschrijving. Dat is gewoon Floor Delver. En ja, als het gewoon dat ik denk, ja, dit is gewoon wel gedragen of zo, dan doneer ik het altijd. Nou, ik zie als allereerst al dit jurkje. Die heb ik echt net nieuw van Lovis. Die ga ik houden. Oké, ik ga toch even uitzoomen. Oké, next one. Wat is dit? Ik moet ook gewoon echt gaan kijken van, goh, heb ik dit al gedragen überhaupt? Oh ja, deze heb ik nieuw, maar die is dus eigenlijk iets te groot. Dus dat vind ik wel een beetje zonde. Het kaartje zit er nog aan. Dus ik denk dat ik die aan mijn zus ga geven.
Alles wat te groot is geef ik altijd aan mijn zus eigenlijk, want zij past dat wel. Deze vind ik echt heel erg leuk. Is ook van Lovies. Die ga ik houden. Die heb ik echt nog maar één keer aangehad. Ik dacht misschien is die ook nog wel leuk voor mijn verjaardag. Want ik ben volgende week alweer jarig. Wat is dit? Dit is een leuk rokje. Die ga ik houden. Dan, oh ja, deze vind ik ook heel leuk. Een lange zwarte jurk. Die ga ik houden. Is dit. Oh ja, dit is een lange blauwe jurk. Die zit binnenste buiten. Die ga ik houden. Die komt van Stradivarius. Die vind ik echt heel leuk. En die kan ik nu eventueel ook met de regen gewoon aan. Dat die gewoon best wel lang is. Dan deze. Deze is zo mooi. Dit is ook een lange jurk. Die ga ik ook houden. Ja, deze heb ik nieuw. Die vind ik echt heel leuk. Dus die ga ik ook houden. Daar heb ik ook nog niet de kans voor gehad om te dragen. Zo'n heel mooi linnen rokje van Naked. Bij de rokjes. Ik ga zomaar wat wegdoen. De voorste dingen zijn dan ook dingen die ik al aan heb gehad. Dus dat zijn vaak de dingen die ik dan hou. Maar daarachter zitten dan items die ik eigenlijk nog niet aan heb gehad. Die dus weg kunnen. Nou, deze heb ik ook nieuw. Die ga ik houden. Die heb ik aangehad bij een verjaardag laatst. Heel leuk jurkje. Ja, deze vind ik zo mooi. Een hele lange jurk houden. Oké, dan deze. Ik moet zeggen, deze heb ik dus net nieuw van Naked. Die heb ik zelf gekocht. Die was 60 euro. Zo mooi. Zo'n linnen jurk. Maar ik heb hem nog niet aangedaan. Omdat het best wel een ja, chic jurkje is, zeg maar. Die doe je niet zomaar even aan. Dus ik wil hem wel aan gaan doen op vakantie of zo, als we uit eten gaan. We komen nu een beetje bij de achterste gedeelte. Nou, dit is echt mijn favoriete jurkje. Die hou ik. Absoluut. Wat is dit? Ja, deze vind ik ook nog heel erg leuk. Ja, deze vind ik nog echt leuk. Van Lovies is die ook. Dat is al wel een oude collectie. Die heb ik echt al 2 jaar. En die heb ik ook al aangehad. Dus dan weet ik ook dat ik het draag. Dit is mijn favoriete uitgaansjurkje. Zo'n zwarte. Heel leuk van Naked. Dan, wat heb ik hier? Ja. Deze heb ik dus nog niet aangehad. Maar ik vind hem wel heel schattig. Maar ga ik dit nog dragen? Deze van H&M. Ja, hij zit wel echt perfect. Ja, nee, ik hou deze wel. Ik vind hem echt leuk. Oké. Vloerstrenger zijn. Deze heb ik dus nieuw van de Bershka. Die heb ik gekocht, maar ik heb hem nog niet aangehad. Een tennisrokje met kaartje nog aan. Ja, ik vind dit te kort voor mij. Ik ga dit niet dragen. Deze gaat weg. Woe! Dan deze. Deze is altijd heel fijn om even te dragen. Zo'n lange jurk van de H&M. Die is echt maar 15 euro. Die hou ik. Dan, wat is dit? Oh ja, perfect. Ik heb dus gauw een feestje met een wit dresscode. Dus dan vind ik deze echt super mooi. Mooie jurk van Naked. Die ga ik zeker houden. Dan, wat hebben we hier? Oh, deze had ik met oud en nieuw aan. Zo mooi. Die hou ik ook. Het is een jurkje van Chiquelle. Oké, dan kom ik nu bij wat items die echt onderop liggen. Dus die moet ik eigenlijk gewoon een beetje weg gaan doen. Ja, dit is een nieuwe jurk van Naked. Die heb ik eigenlijk nog maar 1 keer aangehad. Die ga ik weg doen, want ik draag het niet. Dan, oh ja, deze. Kijk, dan heb ik weer een wit jurkje. Gewoon een korte met spaghetti bandje. En dan denk ik, dan vind ik die ander leuker. Dus ja, deze heb ik 1 keer of zo aangehad. Deze gaat weg. Oh ja, dit is ook zo'n jurk die je aan hebt als je gaat uit eten. Waarom zit hier een knip aan? Ik weet het niet. Ik vind het wel een hele mooie jurk. Zo'n watervaljurk. Die wil ik wel houden, maar die ga ik wel even passen. Oh ja, deze vond ik eigenlijk heel leuk. Ik heb hem in de vakantie 1 keer aangehad. Voor de rest nooit. Dit was dat gewilde jurkje van de Zara. Maar ik weet niet, ik draag het gewoon niet. Dus ja, ik moet deze gewoon wegdoen. Hoppa. Wat is dit? Oh ja, heel leuk. Deze heb ik nieuw. Van Colorful Rebel. Dit is echt zo'n strandjurkje. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus die hou ik wel. Dan de rokjes. Ja, weet je, dat is gewoon altijd goed. Met een topje erboven. Ja, ik vind deze ook nog heel leuk. Dus die hou ik ook. Au. Deze hou ik. Wat is dit? Ja, deze ga ik wegdoen. Want ik heb een andere die ik mooier vind. Een lange rok. Van Chiquelle. Ik heb het ook nog niet aangehad. Deze vind ik heel mooi. Van Lovies. Een wit rokje. Is altijd goed. Die hou ik. Ja, weet je wat het is? Ik heb dus zo'n heel mooi setje. Ik vind deze zo mooi. Daar heb ik ook een topje bij. Maar je hebt van die dingetjes hier. Van die mouwtjes. En die zitten best wel een beetje strak. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dus ja, ik ga het wel houden.
Maar dan moet ik het van mezelf wel vaker gaan dragen. Nou, dit is eigenlijk een item die ik heel vaak in de winter draag met een panty. Dus die gaat ook naar boven. Dat draag ik nu niet. Oh ja, deze is leuk. Dit is een rokje van Naked. Daar hoort een bijpassend topje bij. Dan moet ik dat topje even zoeken. Maar het is echt heel erg mooi als je bruin bent. Is leuk voor vakantie nog. Wat is dit? Oh ja, deze heb ik nieuw. Het is ook een setje met een topje. Dat vind ik heel leuk, dus dat hou ik. Dan heb ik deze. Zo'n zeemermin rokje. Ik denk dat ik die weg ga doen. Want ik ben wat meer van de wijde skaterrokjes. En niet van die zeemermin rokjes. Hij is wel echt, hij staat heel mooi. Maar ja, ik heb er genoeg. Dus die ga ik weg doen. En ja, dan heb ik dus zo'n broekrokje. En ik vind dat dus niet meer zo leuk of zo. Dus ik ga die weg doen. Ik ben er niet zo van weer. Iedereen heeft ze, dus dan denk ik, laat maar. Ja, deze vind ik dus heel leuk, maar hij is echt eigenlijk veel te breed. Ik weet niet of dat te zien is. Maar daar hoort dus weer een topje bij ook. Maar dat topje, die vind ik vrij heftig. Omdat je daar ook geen BH kan onder doen. Maar deze heeft ook echt geen steun of iets. Dus ja, ik ga dit setje weg doen. Want ik weet gewoon dat ik het dan niet ga aandoen. Nou, deze vind ik echt heel leuk. Er zit nog wel een kaartje aan. Ik heb het met Pasen aangehad. Maar ik weet niet waarom ik het kaartje er dan nog aan had. Maar ik heb dus zo'n gele trui van Colorful Rebel. En die past hier heel erg bij. Heel leuk bij. Dus die ga ik houden. En dan het laatste. Oh ja, deze. Ja, ik vind deze dus echt super mooi. Maar hij is dus echt te groot aan de bovenkant. Dus ik moet deze echt gaan verkopen. Hoe mooi ik hem ook vind. Van de Zara was toen heet het uitverkocht. Hij is te groot voor mij. Hij is leeg. Ik hoop nu echt niet dat ik heel veel rokjes en dingen nog heb op mijn bed. Maar goed, ik ga het erin doen. Dat was 1. Oké, ik hoop niet dat ik nog heel veel op mijn bed heb liggen. Want ik wil het gewoon het liefst zo houden. En niet dat hier nog voor weer wat komt. Want dan vergeet ik gewoon wat erachter ligt. Maar hier heb ik dan de rokjes. Daaronder de lange jurken. En hier allemaal de zomerjurkjes. Dus ja, hier ben ik echt blij mee. En tot nu toe gaat dit weg. Oké, dan gaan we nu naar het hanggedeelte. Ik begin me gewoon helemaal achteraan. Ik heb hier een kimono, vind ik echt heel leuk. Die wil ik houden. En het moet ook weer een beetje op kleur. Ja, deze vest hoort eigenlijk bij de winter, dus die moet naar boven straks. Dan sportjasje, die hou ik. Ja, deze heb ik dus nu 2 keer aangehad. En ik vind hem eigenlijk wel heel cool. Maar als ik hem aan heb, denk ik, ja, voel ik het wel. Dus ik denk dat ik hem weg ga doen. Hoe leuk ik hem eigenlijk ook nog wel vind. Ik weet niet, als ik hem aan heb, voel ik me niet helemaal mezelf of zo. Oh, god. En dan gewoon nog een sportjasje. Die doe ik bij deze om. Ik heb dan 2 sportjasjes. Oké, dan heb ik hier een leren blazer. Die hou ik. Deze zwart-witte blazer vind ik altijd handig. Een witte vest, die hou ik. Een zwarte wikkelvest, die hou ik. Oh ja, deze vind ik heel leuk. Zwart poftopje van Naked, die hou ik. T-shirt van Shein, die hou ik. Deze ga ik denk ik weg doen. Ik weet niet, ik vind het niet meer zo leuk. Dan een witte blouse van Naked. Een witte blazer, die hou ik. Zo. Ja, deze vind ik eigenlijk heel leuk als je binnenste buiten. Maar ik weet niet. Als ik hem dan aan heb, vind ik het niet heel comfortabel zitten. Dus ik ga deze weg doen. Dan deze van Guts & Gusto. Ja, ik heb dan al een wit blouseje. Dus dan denk ik, dan draag ik deze niet. Dus die ga ik ook weg doen. Nou, die vind ik heel leuk. Die hou ik. Ik heb hier een beige blouse en deze is heel erg groot. Die vind ik echt heel leuk voor over je bikini heen. Dus die hou ik. Deze hou ik. Een nieuwe blazer. Die hou ik ook. Kijk, deze hoort bij dat rokje van net. Dus die hou ik ook. Die heb ik nieuw. Dan heb ik hier dus een nieuwe blazer. En die lijkt of blouse. En die hoort bij dat rokje van net. Maar die lijkt dus eigenlijk best wel erg op deze. Maar deze veel groter. Dus dan wordt dit de bikini blouse en dit de gewone draagblouse. Goed verhaal. Dan heb ik hier dus een vest, maar die kan wel echt, die is echt warm. Die kan echt naar boven zo. Hetzelfde geldt voor deze vest. Dit is wel een chill sweatshirt. Die kan altijd als het wat koeler is.
Ja, dit koop je dan en dan denk je, ja, dit draag ik echt niet. Dat heb ik één keer aangehad. Dit is dat ene met dat ding eruit. En dan denk ik, ja, nee. Die ga ik wegdoen. Nou, deze van Levi's. Dit is een spijkerjas. Die vind ik nog echt heel tof. Maar die heb ik nog niet aangehad. Dus die moet ik nog wel een keer gaan dragen. Even die hangers eruit. Oké. Dan heb ik dus hier een jumpsuitje van of een playsuitje. Ik vind dit dus best wel voor net gelegenheid. Maar ik heb het dan nog niet aangehad. Maar ik vind het wel handig om dan nog te houden. Voor als het een keer heel warm is en je moet wel netjes gekleed. Nou, een chill roze shirtje, die hou ik. Deze vind ik heel cool, ook over je bikini heen. Die hou ik. Groen vest, die gaat naar boven. Dit is een nieuw topje van Must Have District eigenlijk. Die verkopen dat. Die hou ik. Nou, het topje van dat rokje, die hou ik ook. Ik geef het nog een kans. Ja, dan weer zo'n off the shoulder, maar zo'n one shoulder, maar ik weet niet. Ik ga die weg doen. Dan heb ik liever gewoon een topje in deze kleur, want ik vind deze kleur voor de herfst wel heel leuk. Maar zo'n one shoulder, dat weet ik niet. Dat voel ik niet helemaal meer. Nou, het topje bij dat rokje, die hou ik van de Zara. En dit topje van de Zara hou ik ook. Wauw. Wat goed. Dit hebben we allemaal over. Het is echt bizar veel. Dat doe ik even hiervoor, want er komen vast nog items die daar hier gehangen moeten worden. En ik weet dat als ik bepaalde hangers koop die platter zijn, dat ik nog veel meer kleding kwijt kan. Maar op zich is dit voor nu prima te doen. Dan moet ik maar vaker mijn kledingkast uitzoeken. Nee, wacht, nee. Ik geef me een error. Oké, dan ga ik even kijken wat hieronder allemaal ligt. Sokken. Ja. BH's. Ja, die sjaaltjes allemaal. Nog meer sokken. Panty. Oké, dan maak ik dit de sokkenbak. De sokken en de pantybak. Wat hebben we hier? Oh my god. Deze was ik kwijt. En ik dacht dat mijn zus hem had gestolen, maar dat was het dus niet. Oké, wat heb ik hierin? Ik heb hier dus een pet van Naked, maar ik ben echt tot de conclusie gekomen dat petten mij niet staan. Dus ja, kaartjes zitten nog aan. Deze ga ik wegdoen. En een beanie, die gaat naar beneden bij de sjaals. En deze bucket hat vind ik nog wel heel leuk, dus die hou ik. Maar heb ik daar dan zo'n grote bak voor nodig? Nee. Oké. Mijn BH's gaan hier in deze bak. Sjaaltjes en deze bucket hat gaan in een kleine bak. Maar waar die ander dan is gebleven... ik zou het niet weten. Nou, en dan tover ik dus hierachter nog een canvas tasje vandaan. En daar heb ik altijd mijn bikinis in. En op zich heb ik echt heel veel bikinis. Dus eigenlijk moet ik dit weer een keer uitzoeken. Bikinis denk ik altijd, ja, ik vind het wel goed. Het is altijd handig. Ik pas het altijd nog. Ik vind het allemaal wel prima, die bikinis. En dan heb ik hier nog een rugtas van Captain & Sun. Maar die ga ik beneden neerleggen. Het is echt een auw. Ik sloeg mezelf. Een hele grote, handige rugtas. Oké, dan is het nu tijd voor deze hier. Maar er zitten letterlijk nog maar twee broekjes in. Want de rest ligt denk ik allemaal op die stapel. Daar komen we zo. Maar ik bouw hier dus een beetje van. Want ik vind deze dus echt helemaal geweldig. Die is van Shein. Die heb ik ook nog nooit aangehad. Maar hij is dus echt te groot aan de bovenkant. Als in echt te wijd. En ja, dan kan ik wel een riem omdoen, maar dan weet ik gewoon dat ik het niet draag. Nou ja, dat blijkt. Dus ja, hoe mooi ik hem ook vind, deze ga ik wegdoen, want ja, ik pas hem niet. En dan heb ik deze. En wat is dit? Deze heb ik van mijn zus volgens mij gekregen. Er zit nog een kaartje aan. Omdat die haar niet paste, maar mij wel. Dus ja, hier komen de korte broekjes. Nou, in deze vak horen volgens mij alleen topjes. Nou, het is wel een heel groot vak voor alleen topjes. Dus ik denk dat ik dat allemaal een beetje ga omdraaien. Ik denk dat hier uiteindelijk mijn sportkleding komt. Want ik heb echt veel sportkleding. En de topjes, ja. I don't know. Dat zien we zo wel. Ik heb hier een witte broek. Heel random. Maar die hou ik. Die heb ik van de Zara. Basic topje, die hou ik. Dat is altijd handig. Een kant en hemdje hou ik. Nog zo'n crochet topje in het zwart. Die hou ik. Deze hou ik ook. Dit is met glitter. Dat vind ik wel leuk met zo'n glitterbroek. Nou, die hou ik. Wat is dit? Die hou ik. Die hou ik. Een sport-BH, die hoort hier niet. Deze vind ik denk ik wel leuk voor op vakantie, dit topje. Die hou ik. Body hou ik. Deze body is te strak.
Die gaat weg. Dan heb ik hier een paar stopje. Die hou ik. Is mijn favoriet. Een random hemdje. En een body die hou ik. Deze body hou ik. Nou, deze hou ik. Wat is dit? Oh ja, die hou ik ook. En dat zijn van die topjes die draag ik oprecht in de zomer. Rokje of broekje rond en je bent klaar. Zo'n geurding. Topje hou ik. Die hou ik. Die hou ik. Hier, dit is het topje wat weer past bij dat rode rokje. Dat setje van net. Heel leuk. Die hou ik. En deze hou ik. Nou. Volgende la zitten ook topjes in. Dus dat is een beetje overdreven. Hier zit een kaartje aan. Die heb ik echt al sinds vorig jaar zo liggen. Dus die gaat weg. Zo'n heel zacht topje. Ja, deze draag ik gewoon niet. Dit is een watervaltopje. Ja, dit is een topje. Die vind ik handig. Dit zijn twee hemdjes. Die heb ik van Lovies. Een zwarte en een rode. Maar die draag ik dus niet. Het ligt nog helemaal perfect gevouwen. En ik heb ze toen gekocht voor vakantie. Maar het is een maatje S en het valt best wel groot. Dus ja, ik draag het niet. Dus die gaan weg. Hier kreeg ik heel veel vragen over. Deze had ik in de Shein video aan. Deze komt van Shein. Ook toevallig. En die hou ik. En dit topje vind ik heel, heel leuk. Maar dan ga ik die ander weg doen. Even kijken, deze, want die lijken wel een beetje op elkaar. Dus dan vind ik deze leuker. Dus die gaat weg. En dan heb ik hier een kist. Dat ik die ga bewaren. Nou, twee leeg. Laat ik kijken waar ik de topjes ga doen. Oké, dan heb ik hier nog een topje. Die hou ik. Die heb ik nieuw. En dan komen we weer bij wat broeken aan. Deze ga ik weg doen, want die is me te wijd aan de bovenkant en te groot aan de onderkant. Ik vind hem wel heel leuk, maar ja. Dan heb ik hier een roze broek. Die hou ik. Deze broek. Ik heb dus, ik weet niet. Op de een of andere manier ben ik een beetje afgevallen of zo. Dus eigenlijk zijn al mijn broeken te groot. Ik heb altijd 36, maar ik weet niet. Ik loop ze ook heel erg uit, dus dan zitten ze wel allemaal te groot. Dus eigenlijk zijn al mijn broeken te groot. Maar ja. Om dan alles weg te doen vind ik dan ook weer zo overdreven. Zo'n lakbroek, die hou ik. Deze vind ik heel mooi nog. En deze hou ik ook. En dat was het dan. Oké, ik ga hier mijn lange broeken doen, want ik heb niet zoveel. Dan doe ik hier de topjes en dan ga ik hier mijn sportkleding doen. En er zitten ook nog heel veel spijkerbroeken volgens mij in de was. Dus die komen er dan nog bij. Ziet er nog heel mooi uit. We gaan de bende van mijn bed even ophalen. Oh. Dit is niet oké. Oh. Ik kan hier wel in gaan zwemmen. Laten we hopen. Er iets van gaan maken dan. Oké, ik ga gewoon. Hier zit geen tactiek meer in. Dit wordt gewoon pakken wat ik zie. Kijken waar het moet. Kijken of ik het wil houden. En door. Sport op. Kijk, daar gaan we. Hier komt sport. Dus ik verplaats even al mijn sportdingen naar deze vak. En dan ga ik dat straks wel mooi erin doen. Hele leuke trui. Die moet naar boven zo daar. Dan deze prachtige bralette. Vind ik heel mooi. Die hou ik. Dan deze. Ja, echt vreselijk. Want ik heb dan al zoveel jurkjes en dingen. En dan koop ik toch nog nieuwe dingen. Dus dat heb ik met mezelf afgesproken. Dat ik voor deze zomer niks meer mag halen. Dit is een jurk van Lovies. Die heb ik via Vinted gekocht. Dus die ga ik dus wel houden. Want die heb ik net een weekje binnen. De zomerjurkjes zijn net perfect geordend, dus ik had afgesproken hiervoor mag niks meer liggen. Oh, wat kut. Oh, dit past nog wel. Oké, ja. Dan, wat is dit? Oh ja. Deze had ik van de Shein video. Maar mijn zus wilde hem aantrekken voor misschien na het festival. Maar hij is dus gewoon nu al kapot. Ze trok hem aan en hij is kapot. Dus deze kan letterlijk weg. Dit is de rok voor vakantie. Zo'n lange rok vind ik heel leuk. Maar het is gelijk zoveel ruimte. Maar die moet bij de rokken. Nou, dit setje vind ik dus echt super leuk voor vakantie. Maar dit broekje is dus echt eigenlijk wel heel klein. Tja, als het dan weer te klein is, dan doe ik het weer niet aan. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dan deze van de Shein video. Is ook aardig strak, maar als je hem eenmaal aan hebt, zit het wel leuk. Dit is een broekje, lijkt op een rokje van spijker. Die gaat bij de
korte broekjes. Ja, kijk, dan komen we bij de joggingsbroeken. En daar heb ik er nogal wel wat van. Maar dat vind ik oprecht heel fijn. Want ik draag sowieso nu ook een joggingsbroek. En eigenlijk als ik thuis werk of gewoon in het weekend niks te doen heb of zo op zondag, draag ik altijd een joggingsbroek. Dus die gaat naar deze vak. Ik ga die kimono's even in de bikinitas doen. Hier heb ik nog een kimono. Die gaat ook in de bikinitas. Dan heb ik een blouse met heel veel kleurtjes. Die vind ik heel leuk. Dan een broek waar een vlek in zit. Die mag in de was. Topje, die hou ik. Dan nog een beige spijkerbroek. Die hou ik ook. Een kort wit broekje, die hou ik. Een leer beige broekje, die hou ik. Nou, dan heb ik dus nog deze. Ik vind hem eigenlijk wel echt heel leuk. Maar dan heb ik ook die witte. En dan denk ik, ja, ik ga deze weg doen. Ja, dit is zo'n wit chillbroekje of wat je onder je jurkje kan doen. Dus dat doe ik bij de pyjama's. Hier heb ik weer zo'n blouse. Die vind ik leuk voor vakantie. Oh, ik krijg er helemaal warm van. Oeh, dit is kleur. Nou, dat doe ik wel daar. Daar hoort ook een sjaaltje bij. Ja, dit zijn van die truien, joggingbroeken, wat allemaal een setje is. Deze heb ik van Chiquelle, maar die is mij echt veel te groot. Dus deze, er zit ook een vlek in. Ik ga deze gewoon wegdoen, als in weggooien. Nou, die pakken van Chiquelle, die ga ik allemaal bij de joggingsbroeken daar doen. Nog een joggingsbroek van Chiquelle, die hou ik. Vind ik zo fijn. Dat is echt de fijnste joggingsbroek, hè? Spijkerbroek van Naked met scheuren, die hou ik. Nog een joggingbroek van Chiquelle. Hier heb ik een sportding, die zoek ik zo uit. Nog een joggingbroek. En dan heb ik dus deze maxi jurk. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb hem ook al aangehad. Maar hij is mij dus te groot. En laatst had ik hem dan aan zo over de schouder heen met een bralet eronder. Ja, ik draag het liever gewoon als jurk, zeg maar. Maar daarvoor is die echt te groot hier allemaal. Dus die zakt hier de hele tijd af. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen, hoe leuk ik hem ook vind. Ik moet gewoon keuzes maken. Hou ik. Dit is een heel chill zomerjurkje. Hou ik. Deze hoort bij de joggingsbroek. Zo'n trui, die hou ik ook. Deze spijkerjas kan opgehangen worden. Die vind ik echt leuk. Die is met van die franjes. Die is van Kim Veenstra keer Naked. Dan heb ik hier wat sportdingen. Ja, dat weet ik nu al. Deze beige legging en top. Bijpassende top gaat weg. Ik vind alleen nog maar Stronger eigenlijk fijn. Dit is allemaal van Chiquelle. Met een bijpassende top. Die ga ik ook wegdoen. Heb ik echt nog maar één keer aangehad of zo. Dan het broekje van Colorful Rebel, die hou ik. Ja, echt balen. Dit was zo'n fijne legging, maar daar heb ik toen mee geschilderd en het gaat er niet meer uit. En daar heb ik er twee van, want ik wist niet dat het er niet uit ging. Dus ik had mijn lievelingslegging aangedaan, ging schilderen. Volgende dag weer een nieuwe legging aangedaan, ging weer schilderen, ging het er niet uit. Dus dit is mijn klus legging. Nou, dit is van de Shein video. Die ga ik even in de was doen, want dat vind ik wel zo fijn. Deze jurk hou ik, vind ik heel mooi. Dit is een chill broekje. Die hou ik ook. Waar ga ik die doen? Bij de joggingbroeken. Sporten, dat doe ik straks. Joggingbroek, die heb ik altijd bij Sander liggen. Dus dan mag die nou ook wel weer heen. Dit broekje heb ik nieuw van de Zara. Die hou ik. Dit topje vind ik heel leuk. Die hou ik. Ja, dit zijn van die hele grote biker shorts van Chiquelle. Maar die draag ik niet, dus die ga ik wegdoen. Daar heb ik er nog een van als het goed is, maar die ben ik nog niet tegengekomen. Die ligt hier ook niet, dus die ben ik denk ik tijdelijk kwijt. Oh ja, dit broekje. Huh? Is die van mij? Blijkbaar. Die hou ik wel. Dit jasje, ja, dit is gewoon zo'n wit jasje met franjes. Ik vind die franjes dus echt leuk, maar eigenlijk draag ik het niet echt. Maar voor in de zomer of zo is het wel weer handig om even een wit jasje te hebben. Deze hoort bij een joggingbroek. Die hou ik. Pyjama. Dit is de andere kluslegging met verf erin. Dit topje, die vind ik ook nog heel erg leuk. Dit shirt is ook leuk. Oeh, we zijn er bijna. Dit broekje hoort bij dat blouseje, die hou ik. Dat vind ik echt leuk. Twee sokken. Sport-BH. Deze gaat in de was. Deze hier. Het is echt, ik heb er helemaal warm van.
Ik ga nu alleen nog de sportkleding uitzoeken. Ik weet dat ik dat allemaal ga houden. Dus dat ga ik gewoon even netjes opvouwen. En dan zijn we eigenlijk klaar. Zo, en dan is de kledingkast opgeruimd. Het is echt bizar. Kijk, hij past gewoon dicht. Echt gewoon goed dicht. Ik kijk mijn ogen uit. Ik moet alleen nog even die winterdingen daarbovenin doen. Maar de winterdingen ga ik niet uitzoeken. Want ja, ik weet niet wat ik in de winter dan nog wel draag of niet. Dus dat doe ik dan. Maar oh, er gaat heel veel weg. Dan denk ik alweer, oh, daar moet ik allemaal foto's van gaan maken. Ik ga jullie nu een tour geven. En ik hoop dat de kleding, nou ja, ik denk niet dat het lukt. Ik wil zeggen, voor deze video online staat op Vinted. Zodat je gelijk kan shoppen. Maar ik denk dat het volgende week, als jullie dit zien, online gaat komen. Dus ik zou zeggen, volg me even op Vinted. Dat is dus @FloorDelver. En je ziet het vanzelf voorbij komen. Maar ik ga even een tour doen van de kast nu. Nou, de kast, die past echt perfect dicht. En als ik hem dan open doe, het ziet er echt, ik heb het nog nooit zo opgeruimd denk ik gehad. Zo. Dit is nu hoe het eruit ziet. Ik heb hier dus nu de jurkjes en rokken. Dan hier de hanggedeelte. Het hanggedeelte, dat zijn gewoon topjes en blazers en blouses eigenlijk. Een beetje op kleur. Nou, dan daaronder heb ik mijn BH's, bikinis en daaronder sokken of daarachter. Hier heb ik pyjama's, dat moet ik alleen nog even opvouwen. Joggingbroeken en daarachter de bijpassende truitjes die daarbij horen. Er zit volgens mij nog wat in de was, maar goed, dat past op zich nog wel erbij. Dan heb ik hier mijn sporttop of sporttopjes, gewone leuke bralette topjes en zo. En daarachter echt de ja, andere topjes. Het is al in elkaar gestort, zie ik, maar goed. Dan heb ik hier mijn lange broeken, spijkerbroeken en zo. Hier heb ik mijn sportkleding. Daarachter de sport-BH's en daarnaast achter de leggings. Dit zijn allemaal topjes. En dan daar de korte broekjes. Dus ja, ik ben er echt super blij mee. Deze hangers heb ik over. En dit ga ik allemaal verkopen. Het lijkt niet veel, maar het is echt veel. Dus dit komt allemaal op Vinted te staan. En ik heb nog een deel wat ik ga doneren en weggooien. Zo, nou, mijn haar is bijna opgedroogd. Ik heb er helemaal warm van. Ik doe lekker de kast dicht. Past heerlijk dicht. En dan was dit alweer de kledingkast opruim video. Hij was echt mega lang volgens mij. Maar het is echt hardcore opgeruimd. Als je ziet wat ik weg doe, denk ik ja, heel goed. Het past allemaal weer. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ik hoop dat je lekker hebt meegedaan met het opruimen van je kast. En dat je ook lekker veel weg gaat doen. In ieder geval dat het weer mooi opgeruimd is. En dan kan ik mooi opgeruimd de zomervakantie in. Want morgen heb ik als goed is mijn laatste tentamen. Ik hoop dat ik die heb gehaald allemaal. En dan heb ik vakantie. Dus dat is heel fijn. Ik zie jullie tot de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. En succes met opruimen. Doei!